De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Marcus. Lof zij u Christus. In die tijd voegden de apostelen zich weer bij Jezus en brachten hem verslag uit over alles wat zij gedaan en onderwezen hadden. Daarop sprak hij tot hen: Komt nu eens zelf mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en rust daar wat uit. Want wegens de talrijke gaande en komende mensen hadden zij zelfs geen tijd om te eten. Zij vertrokken dus in de boot naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Maar velen zagen hen gaan en begrepen waar hij heen ging. Uit al de steden kwamen mensen te voet daarheen en waren er nog eerder dan zij. Toen Jezus aan land ging, zag hij dan ook een grote menigte. Hij voelde medelijden met hen, want zij waren als schapen zonder herder. En hij begon hen uitvoerig te onderrichten. Woord van de Heer. Wij danken God. Beste mensen, het evangelie van vandaag. Jezus heeft medelijden met de mensen, met alle mensen. Jezus weet dat de mens zonder God is als schapen zonder herder. Er is niemand die de zin, die de diepe zin van het leven geeft. En de mensen lopen verdwaald. Zij gaan en komen en ze doen de dingen, maar eigenlijk geen diepe zin in alles wat ze doen. Ze hebben geen echte liefde die de volle zin geeft aan het leven. En Jezus heeft medelijden met al de mensen. Daarom heeft Jezus de leerlingen 2 en 2 gestuurd om de blijde boodschap te verkondigen. En hier in dit evangelie, Jezus wil met de leerlingen alleen te zijn om al de verslag die de apostelen gaven van de ervaring van deze missie te vertellen, te bespreken. En daarna ook dat ze kunnen even rusten van deze missie, die niet zo makkelijk zou zijn, zeker. Maar de mensen geven aan Jezus en aan de leerlingen geen rust. Want ze zijn dorstig. Ze hebben honger aan het woord van God. Aan een onderricht. Zodat ze de zin krijgen van het leven. Jezus is het woord van God. Is het antwoord aan alle vragen van ons leven. Hij is, zoals ook de andere lezingen van aanstaande zondag. Ze zeggen dat Jezus krijgt deze naam. Zijn naam zal zijn de Heer onze gerechtigheid. Jezus is degene die de ware gerechtigheid geeft aan de mensen. In de maatschappij, wij proberen een soort gerechtigheid brengen met wetten, menselijke wetten, maar die geven niet de voldoening, niet de volheid van de gerechtigheid. We in onze binnenste, wij verlangen van een volmaakte gerechtigheid. En Jezus is deze gerechtigheid. De apostel zegt dat Jezus is onze vrede. De vrede. Jezus zal komen om de vijandschap te vernielen tussen twee soort mensen. De mensen die dichtbij zijn, die misschien zijn meer gelovig, die meer aandacht geven aan het woord van God, of tenminste zo lijkt. De mensen die leven meer onder de wet. En daarna een andere mens die ongelovig is, die helemaal zijn
leven ga zonder te rekenen op God. En Jezus komt om een nieuwe mens te maken. Die leeft door de genade. Die leeft uit liefde voor God. Jezus, toen hij geboren werd, kwamen de engelen tot de herders. Die begonnen te zingen. Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die hij lief heeft. Jezus onze vrede. En vrede die is niet alleen maar gebrek aan oorlog, maar is nog dieper. Vrede is geluk, volheid, vreugde. Alles wat je denkt dat goed is, Jezus is het. Jezus is de sleutel van je hart. Jezus is alles. De naam van Jezus ook betekent God de redder. God komt je redden. Hij is de redder, jouw redder. Hij komt jou te redden van een zinloos bestaan. Daarom al deze lezingen. Komen ons te zeggen dat Jezus komt jou te redden. Hij ziet jouw bestaan, jouw leven en hij heeft medelijden met jou. Wil jou genezen van alle wonden van je leven, van je geschiedenis. Hij wil jou volheid geven, zin aan je bestand. Hij wil jou laten God leren kennen. Daarom, beste mensen, geloof in Jezus Christus. Aanvaard de blijde boodschap. De Heer is je herder. Niets kom je tekort. Laat je weiden door de Heer op groene velden. Zoals Psalm 23 zegt. Mijn schrijden leidt hij langs rechte paden, omwille van zijn naam.